Legende van Lagelanden. Ultra korte waar gebeurt de griezelverhaal van Patrick Bernal. Met de stemmen van Patrick Bernal, Isabel Tolleneer, Veerle van Varenberg, Anna van der O en Anke Verlijs. Muziek Bernal Bernal. Een groot oud boek in een leren band vinden. Zoals dit boek bijvoorbeeld. En het slingert gewoon ergens rond op straat. Of het ligt bij het oud papier, klaar om opgehaald te worden. Een boek als dit hier. Neem het dan niet mee. Gooi het zo snel en zo ver mogelijk weg. Of, beter nog, verbrand het ter plekke. Sla het niet open en als je dat dan toch doet en er staat bijvoorbeeld een toverspreuk ingeschreven, lees die dan niet voor. Niet in stilte en al helemaal niet hardop. Reciteer de toverspreuk in geen geval. Want je weet nooit wie of wat je oproept. Zee. Hij mocht alle jaren enkele kilometers terugkeren. Maar we hebben hem nooit meer gezien. En dat er een licht over en weer ging om 12 van de nacht. Daar en daar. Daar en daar. En dat licht ging omhoog. En omhoog. Nog hoger. Zo hoog. En dat licht was weg. En we
zijn wij allemaal gestorven van de schrik toen we dat dwaallicht zagen. Honderdtwintig jaar was hij verdoold. Ik hoorde hem roepen. Ja. Van de ene kant. Ja. Naar de andere. Ja. En in plaats van te wachten, gaat hij voort. Slaat hij even zijn wegsken in. En waar hij overal geweest is, weet ik niet. En zelf kon hij niet zeggen. Van de afgeleid was hij. Ziet je die ogen? Iemand volgt u. En kunt u niet meer ademen. Zo rond 1850 keerde hij terug. Als weerwolf. Maar niemand wist dit. Ze rammelden, bleef rammelen en ze hoorden hem. En dat was al. En dat is echt, hè? Dat vrouwmens op mijn lijf en mijn bloed dat stilstaat. Dat is verschillende keren gebeurd s'nachts en ik droomde niet. Hij werd van de mare bereden. In de holle weg kwam hij een kop tegen, zonder lijf. En daar is hij zodanig van verschoten dat hij ervan gestorven is. Zag hij een schone witte poes. En hij nam die mee. En zie! Daar zat al een schone juffrouw te pronken op een stoel. En zij zegt... Pak mij, pak mij, pak mij, pak mij. Ratten. En die ratten
Die zaten ons daar te bekijken. En wij, die ratten. Begint er daarin te zingen. Ons Marie-Louise danst op en neer. Ze heeft wat van een hete vulkaan. En als die ophield, antwoordde daar een van de andere kant. Al 100 jaar gaat zij wilde keer. Nee, ons Marie-Louise zal nooit vergaan. Dat was toch, pijns ik, om ons uit te lachen. In zijn slaap zit hij een vreed monster. En lopen. 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 Lopen dat hij deed. Dat vel brandde. En van zodra dat vel brandde, brandde hij ook. Ze hebben mijn vel verbrand. Ze hebben mijn vel verbrand. Wat heb je nu gedaan? Wat heb je nu gedaan? En toen dat vel verbrand was? Dan stopte hij ook met branden. Aan een kruispunt. Op de grens. Van hier en ginder. Komen 4 veldwegen samen. En kon hij geen voet meer verzetten. En hij mocht doen al wat hij wilde. Hij kon geen voet meer verzetten. En in de klaarte van de lantaarn zagen ze... Daar, zo in de hoek. Daar was een gestorven. En een 30 minuten later stond hij op. Omdat? Wat beloofd is, moet uitgevoerd worden. Hij moest wel 13 deuren open doen. En op iedere deur zaten 13 sloten. En zo geraakte hij... In een duivelskasteel. Maar tegen de kerkmuur zag ik iets wit. Ik zag een vrouwmens met niets anders aan dan haar haar. Los. Allemaal voor haar ogen. En het was al spook en lichtjes dat je daar zag. En toveressen uit Egypte vlogen door hagen en over huizen en niets of niemand kon hen tegenhouden. En ze vlogen in dat bed waar ik gemaakt ben, geboren ben en zal sterven. Een vrouw gaf een schreeuw en viel dood. En was niet meer te zien. Monica was een slecht vrouwmens dat in slechte huizen zat. En 's nachts kwamen daar wel 150 duivels uit de hel spelen. En allemaal meneeren en juffrouwen dansen. En jij. Bezeten zijt gij van dat vrouwmens dat u wil beheksen, dat u binnen wil doen. En naar Brakel. En naar het koortskapelletje in Dikkelen. Bij een heilige vrouw met een baard.
Meer dan 100 jaar geleden. Stond ze daar? Dood. En ze zei... Laat me gerust. Het leven zal er wel weer in komen. En een uur later... Sorry, maar we gaan dat hier even inkorten, hè. Ja. Kwam het leven er weer in. En dat is gebeurd. Echtig en techtig gebeurd. En 's morgens lagen er 7 vrouwen voor zijn deur. Altijd dat toveren, zei hij. Het zal gedaan zijn. En het was gedaan. Het is alsof hier iemand rondloopt. Ze drinkt wat koffie, vertrekt dan weer. De zwarte weduwe, teken van onheil. Ja, de zwarte weduwe is hier ook al geweest. In het Peperstraatje. Een vrouw met een zwarte voile voor haar gezicht, kon je niet zien. En als ze in de straat passeerde, dan gingen alle deuren dicht. De zwarte weduwe van onheil. Ik waarschuw u voor dat meisje van de Wolvenhoek en haar zwarte kat. Door die toveres betoverd ben ik in een lijkwade gelegd, in een doodskist. En sanderendaags was ik terug, springlevend. Ons Marie-Louise danst op en neer. Ze heeft wat van een hete vulkaan. Al 100 jaar gaat zij wilde keer. Nee, ons Marie-Louise zal nooit vergaan. Marie-Louise zal komen. De ene keer hier en de andere keer daar. En ze zal goeiedag zeggen. Goeiedag. Maar gij moogt geen woord. Gij moogt niet spreken. Dat onbewoond en vervallen was, licht branden. En daar zaten schone juffrouwen met een witte voorschoot aan. Maar al mijn keer ging dat licht uit en spoorloos verdwenen waren zij. Jong waren die dochters. Dood en begraven. En ze wonen nu nog in dat huis. En ik spook nog altijd in uw huis, zo wit als iets, met de ogen open. Ik zou moeten kunnen slapen. Ja, een jaar, dat heerlijk, dat vijf, dat droog.
De vrouw begon te lezen uit een groot boek. En ze kon niet lezen. Maar het was een boek van... de duivel. Luisterde naar Legende van Lagelanden, ultra korte, waargebeurde griezelverhalen van Patrick Bernal.